Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, en de Anton de Kom Universiteit van Suriname een onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in en rondom goudverwerkingsbedrijven het gehalte van kwik enorm gestegen is. In dat kader heeft het ministerie op 27 september 2022 een presentatie georganiseerd voor goudverwerkingsbedrijven en andere stakeholders met het doel voorstellen aan te dragen om te komen tot een duurzame oplossing. We hebben een situatie waarbij er enorm veel kwikvervuiling is. We hebben kwikvervuiling in het binnenland. We zien dat kwik wordt gebruikt bij het winnen van goud in de kleinschalige goudsector. Daar is een enorme hoeveelheid kwik wordt gebruikt. Er zijn studies gekomen die hebben aangetoond dat het kwik terechtkomt in de mensen. Die dus op de een of andere manier, zij door het consumeren van vissen of door inademen, dat de mensen dus kwik resten in hun lichaam hebben. En dat heeft nare gevolgen op termijn voor hun gezondheid. Dat is de eerste categorie waar we ons zorgen over maken. En dan heb je de tweede categorie. Dat is wat er gebeurt bij de goudopkoopbedrijven. Dat die goudopkoopbedrijven, wanneer ze het goud willen scheiden van kwik, wordt dat op een bepaalde manier gedaan. Er ontstaan kwikdampen en die dampen komen dus in de lucht terecht. Wat we hebben gedaan, althans het NIMOS heeft in samenwerking met de Universiteit van Suriname heeft een onderzoek gedaan en is dus naar de verschillende goudopkoopbedrijven gegaan om na te gaan hoe hoog de waarden zijn voor wat betreft de kwikemissie. Kwikdampemissie eigenlijk. En we zijn tot, zoals u heeft gezien, de resultaten zijn schrikbarend. Enorm veel kwik uitstoot vindt plaats. Ver boven de norm. En dat is natuurlijk aanleiding voor ons geweest op een gegeven moment om actie te ondernemen. Nu hebben we dus duidelijk gemaakt, de meeste mensen die dachten dat we onmiddellijk zouden overgaan tot sluitingen en dergelijke. Dus er was een beetje onrust in de sector. Wij hebben de mensen uitgenodigd om ze uit te leggen wat er precies speelt, wat de situatie is en hoe ver ze boven de grens zijn voor wat betreft de uitstoot van kwikdamp. En het is de bedoeling dat er adviezen komen, en dat hebben we dus ook vanmorgen gedaan voor een deel. Adviezen komen over hoe ze hun goud op een betere manier kunnen verwerken, zodanig dat de omgeving niet vervuild wordt. En dat is dus vandaag gebeurd hier. En er is gesproken over luchtvervuiling met betrekking tot wat er vandaag gepresenteerd is. Luchtvervuiling hoort ook gewoon bij milieuvervuiling. En er wordt vaak genoeg gesproken dat we 93% bos hebben. Suriname heeft, zoals er gezegd wordt, is carbon negatief. En hoe ver heeft dit toch wel impact verder op ons milieu? Nou, kijk, milieu is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende zaken, waaronder luchtvervuiling. Op het ministerie hebben wij voor dit begrotingsjaar hebben wij nu al uitgezet dat er permanente systemen zullen worden opgezet. Een permanent systeem om luchtvervuiling te meten. Dat wil zeggen dat we op strategische plekken apparatuur zullen hebben. Laat me duidelijk stellen, we zijn nu nog in de beginfase. Het moet eerst worden uitgezocht waar en hoe we dat gaan aanpakken. Maar in elk geval hebben we al een begin gemaakt met het opzetten van een permanent meetsysteem voor wat betreft luchtvervuiling. Dus dit wat we nu doen met kwik zal niet een incident meer zijn, maar het zal continu gebeuren. Op de tweede plaats zal er ook een permanent systeem worden opgezet. Ook dat hebben we op de begroting om dat voor te bereiden. We zullen in samenwerking met het NATIN nu al beginnen met het meten van de kwaliteit van het water in de lozingen van vooral de hoofdstad Paramaribo, in elk geval het bewoond gebied, om na te gaan in hoeverre die lozingen vervuild zijn, het water in die lozingen vervuild zijn.
Ook dat moet een permanent systeem worden. Waarom doen we dat? Omdat we constant moeten monitoren hoeveel gecontamineerd wordt, hoeveel vervuiling plaatsvindt in de lucht, het water, maar ook de bodem. En als we dat permanent kunnen monitoren, kunnen we ook nagaan wie de oorzaak of wat de oorzaak is van deze contaminatie. En dat we dus op een gerichte manier kunnen inspringen om dat te voorkomen. Dus als wij dit kunnen doorzetten, zullen we op een gegeven moment, ik schat zo binnen 2 jaar, een permanent systeem hebben waarbij de lucht wordt gemonitord, het water wordt gemonitord en een iets moeilijker systeem is dat wij de gronden, de gecontamineerde gronden, wat we ook dit jaar zijn gestart, om die gecontamineerde gronden in beeld te brengen. En dat is dus ook allemaal, het valt onder de noemer milieu, dus dat is wat we doen.